Samen met Danny Froger en Maxim Froger besluit Wesley richting de zwarte piste te gaan om zijn ski te laten zien. Hoewel hij de broertjes Froger eerder op de dag heeft wijsgemaakt dat hij goed is in skiën, onthult de oud-profvoetballer onderweg naar de piste dat hij maar twee keer heeft geskiet in zijn leven. Ik mocht het nooit, weet je wel, skiën, maar ik vind het wel echt leuk. Toch moet hij voorzichtig zijn, want hij voelt nu al aan dat zijn lichaam niet in topconditie is. Ik heb sowieso zwakke knieën nu, dus ik moet echt uitkijken. Tijdens de eerste meters skiën valt Maxime meteen iets op, ik kijk naar boven en zie Wes steeds nergens. Toen ze Wesley ineens op de grond zien liggen, beginnen de broertjes zich zorgen te maken. Ik hoop niet dat er iets aan de hand is, ouwe. Er staan nu wel heel veel mensen omheen. Na een tijdje lukt het Wesley om toch strompelend richting de mannen te lopen. Zijn zwakke knieën lijken dan toch de oorzaak van zijn val. Mijn knie is instabiel, gaat niet meer. Als ik nu verder ga, scheur ik alles af. Maxim ziet de lolder nog wel van in, hij heeft net een skipak gekocht met alles erop en eraan en hij heeft er nog geen 100 meter mee geskiet. Al gauw wordt de oud-profvoetballer door het reddingsteam opgehaald om afgevoerd te worden naar zijn hotel. Ondanks de pijn vindt Wesley het stiekem wel leuk dat hij in de banaan door de sneeuw heen wordt gesleurd, lekker zeg. Als troost schrapt Maxim dat hij een verrassing heeft voor Wesley: ik laat hem je zo je appartement in skiën en dan vraag ik of een vrouwtje je uitpakt straks. Eenmaal terug op het verblijf wordt Wesley toch nog verwend. Mark belooft hem aan het einde van de dag, namelijk, te masseren aan zijn knie.